Om terug te douwen. Ik ben geen bikepacker. Nee, in de pak en beet 8 jaar dat ik nu op de fiets zit, ben ik nog nooit op fietsvakantie geweest. En wat mij betreft vind ik dat ook wel prima zo. Begrijp me niet verkeerd, het avontuurlijke aspect van fietsen spreekt mij enorm aan. Maar dat hele buiten in de natuur slapen, nee, dat vind ik maar niks. Doe mij maar een dak boven mijn hoofd. Maar mijn vriend Erwin Sikkens is wel zo'n avontuurlijk ik slaap buiten in de natuur, ik leef van de fietsfiguur en probeert mij al tijden mee te krijgen. Dus toen Erwin mij vroeg of ik een weekendje mee ging fietsen in de heuvels van Sauerland, wist ik direct hoe laat het was. En nee zeggen, dat durfde ik niet. Leuk. Wat gaan we doen? 3 dagen gravelen in een prachtig gebied op nog geen 2 uur rijden van de Nederlandse grens, maar ook 2 nachten slapen in de buitenlucht. Zonder tent, of wc, of douche, of comfort. Kom vast goed. Je beschermen van de beest. Mag ik het nachtlampje aanlaten? Wil je dat echt? Dit is jouw stukje inspiratie voor een onvergetelijke zomer. Een groot, klein bikepack-avontuur. Nou, staan we dan. Ergens op een parkeerplaats in de middle of nowhere. Ja, wat ga je met me doen hier ergens in Duitsland? Goh, super mooi bos, zonnetje schijnt, niks aan de hand. Erwin heeft wel meer tassen bij zich dan ik. Grote avonturen beginnen vaak op gekke plekken en dit is geen uitzondering. Zo staan wij ergens op een parkeerplaats in Arnsberg onze fietsen op te tuigen. Ik voel mij duidelijk nog niet helemaal op mijn plek. Ja. Goed drinken nu, vriend. Ja, want? Ja, want je wil water hebben morgen vroeg. Ja. Voor koffie? Ja. Je wilt toch koffie morgen vroeg? Ja. Oh, alles wat ik nu drink, dat kan ik natuurlijk niet... Hier, ik heb helemaal niet over nagedacht. Ja, nu kun je je bedoel nog bijvullen bij de start. Ah, dan moet ik wel even hier... Dat zijn allemaal dingen waar ik niet aan denk, hè? Hoppa. Oké. Goedenavond. Kijk joh. Lichte verzet. Nee. Maybe we're okay. If we don't look too close into the mirror. Just do as they say. Let it all go, flow down the river. Zo vertrekken wij het bos en het onbekende in. Erwin heeft een slaapplek uitgezocht op 15 kilometer fietsen van de auto. Een klein stukje, maar toch groter en spannender dan ik dacht. Maar jij denkt nu dat hier helemaal niemand meer is nu? Hier? Ja. Nee. Misschien hooguit een keer een verdwaalde wandelaar. Iemand die er een hele stevige avondrit op nahoudt. Ja. Dus nee, wij zijn hier gewoon alleen. Hey, ik vind het echt fucking scary. Oké. Okay. Dat is juist niet scary, er is niemand. Wolven. Bieren. Wilde zwijnen. Ah oh, ja, wilde zwijnen, die zijn het engst. Ik weet niet wat ik moet doen. Je bent nou een bikepacking op de tour. Oh, mijn band, jongen! Wow. Ja. Toch mooi dat het asfalt was. Lekker. Kijk, jongen, mooi. Het laatste stukje beschaving voor de hut. Is die leeg? Home sweet home. Wauw. Oh. Zo. Hier slapen we.
Dit is hem. Is dat gezellig? Ja. Zet een tafeltje van de kant en dan kunnen we dat. Op de grond? Ja, tuurlijk. Oh. Kijk joh. In the middle of nowhere. Hoppa. Oh, heerlijk. Nou, op een prachtige eerste avond in ons hypercomfortabele verblijf. Wat was dit ouwe? Beschermen van de beest. Mag ik het nachtlampje aanlaten? Wil je dat echt? Rusten. Wil jij meer van dit soort avonturen zien? Tuurlijk wil je dat. Abonneer je dan op het kanaal. Ja, help deze slechtste gravelprof naar een groter publiek een druk op die knop. Hartstikke bedankt. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Weet je hoe laat het is? 7:30. Lekker. Deze man die kan gewoon uitslapen hier. Nou. Ik heb echt fucking slecht geslapen. Ja, ik zei dat al. Ik wist dat ook in de inkomen. Nee, ik ben ook vannacht al een paar keer wakker geweest hoor, tussendoor. Maar er wordt ook een beetje bij ofzo. Koud? Ja, koud. En stiekem een beetje nog onwennig over het feit dat je hier in de open natuur slaapt ofzo. Maar is je matje wel lekker dan? Ja, matje is heerlijk. Een beetje last van mijn schouder door mijn kussen. Maar hoe werd je wakker, jongen? Hè? Vanochtend? Ja, je hebt gewoon dit uitzicht. Zo? Het is mooi hier, man. Oh, wat mooi hier. Zo, hoe gaan we dat doen met koffie dan? Ja, koffie. Maar hoe maken we dat warm? Dat is een pannetje natuurlijk. Maar, oh, je hebt je bij je? Ik heb het helemaal bij me. Nou, heerlijk jongen, een bourgondisch ontbijten met een koffietje en een chocoladegezootje. Dat zou je doen, hè? Wow, die is klein. Mooi, hè? En dan? Oh, hoppa. Wow, zie je, gewoon in deze shootsuite alle gemakken van thuis. Wat gaan we doen? Nou, we gaan eerst even rustig wakker worden. Ja, ja, ja. En dan gaan we 80 kilometer fietsen ongeveer naar het zuiden, naar de volgende shootsuite. 80 kilometer. 80 kilometer. Maar 80 kilometer is helemaal niet zoveel, joh. Nee, maar daar gaan we de hele dag over doen. We gaan. Kijk, Douwe. Het is ook een kwestie van rustig opstaan. Even je spulletje opruimen. Ga je nog even zoals nu even in de zon zitten. Dan geniet je dan ook even van. Dat wil je eigenlijk al allemaal zonder haast doen. Vervolgens gaan we fietsen. Dan komen we een bakketje tegen. Dan gaan we even stoppen. En dan rollen we verder. Op een gegeven moment kom je een beetje aan het einde van de middag. Dan wil je misschien nog wel even stoppen bij een supermarktje. Mm-hmm. Want dit soort hutjes die lenen het heel goed om een biertje te drinken namelijk. Dan wil je eigenlijk gewoon allemaal een beetje party pace doen. Dan kun je wel 120, 130 kilometer gaan stampen in dit heuvellandschap. Maar ja, 70, 80 is echt vaak meer dan zat. Het is zwaar zat ook, veel klimmen. Ja, gewoon zonder haast. Ah, dit is echt slechte training. We zijn er zo goed als klaar voor. Ja, ik denk het wel eigenlijk. Nou, alsof we er nooit zijn geweest, hè. Op naar het onbekende. Ja, de bakker. Ja.
We moeten hierheen. Nou, hè? Ik moet even wennen aan die tassen tussen mijn benen. En dan is je afslagen, bedoel je? Ja, ja, ja. Ik was gewoon ergens even echt dat voor mijn hoofd. Kijk uit! Oh! Ah, wel mooi hoor. Maar ik merk wel een beetje dat ik heel weinig heb geslapen. Maar we hebben nu, even kijken, 6 kilometer gehad en we zitten al aan de koffie en broodje. Dat is precies, Douwe, hoe het hoort. Ja, maar het is ook noodzaak, want het is de enige in een tijdje. Ja, we gaan nu ook weer echt een tijd het bos in. Ja, we gaan nu wel echt het bos in. Ja, dus als je nog een broodje mee wil nemen, dan moet je dat nu bedenken. Ja, deze neem ik mee. Oké, goed zo. Heerlijke vieze koffie. Welkom in Duitsland, Douwe. Ja. Erwin? Hij blijft ook wel even nog zo stil. Ik heb die niet zo gebouwd. Ja. Het uitzicht zo heel mooi. Zeker. Wow. Nou, 4 kilometer verder en we zitten weer. Waterbommetje. Check. Hoe noem je dat, deze shootzoete, jongen? Erwin en ik zijn op fietsgebied echte tegenpolen. Waar ik het liefst alleen maar door blijf rijden, neemt Erwin graag de tijd om te stoppen en de natuur en de omgeving in zich op te nemen. Maar dat voelt voor mij wat onwennig. Nou, daar gaan we weer, Douwe. Maar ik begin hem wel te snappen. Want als je wat vaker stopt, kom je de meest bijzondere dingen tegen. Hallo. Ja, ik neem gewoon een colaatje. Een cola? Maar ik kan ook een krat bier bestellen. Ja, of een zak veevoer. Hier, doe je fles vodka. Deze vending machine zijn in Nederland, zou ik niet goed doen, denk ik. Aangezien ik niks van de omgeving hier ken, heeft Erwin de route gebouwd. En als Erwin een route bouwt, dan weet je ook dat je geen gewone route voorgeschoteld krijgt. Het nadeel is voor klimmen als je bagage hebt, dat het zwaarder is. Kijk, Douwe doet een verwoede poging om dit fietsen te doen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Want inderdaad, ik wou net zeggen, Douwe, je kan ook lopen. Hikebike. Hoort een beetje bij het avontuur, hè? Zo, lekker geitpaardje. Oh. Oké, kijk, op mijn hele ding. Hij zegt dat we hier gewoon het weiland in moeten. Word je het goede of het slechte nieuws? We moeten hier weer zo'n ding door. Jammer goed, joh. Allemaal onderdeel van een mooi bikepacking avontuur, Douwe. Hoppa! Godsamme, joh, lukt hem ook! Ja, dit is veel beter. Zie je wel? Ik denk het. Hey man! Goeie keer! Niks aan de hand. Nou, dan knip ik het gewoon zo dat het lijkt dat ik alles heb gefietst naar beneden. Wat ben je precies aan het doen, Douwe? Ja.
Hier, daar. Hey! En wahoe! Nou. Deze rit, joh. Jij maakt je eigen avontuur, hè? Party Pace wins the race. Ja, dank je! Heb je te hard geveegd bij het kakken? Niet. Ik heb de regie, hè. Ik bepaal wat erin komt, Johan. Ik zou dit erin doen als ik jou was. We zijn boodschappen aan het doen. En Douwe die zoekt even iets voor zijn billen. Ik ga wel even bier halen anders. Ik ga bier halen. Ik heb het bier gevonden. En hoe? Het is gewoon een hele emballageafdeling hier, joh. Even stilstaan bij hoe goed wij boodschappen aan het doen zijn. Milram kaas. Dat is toch even oude wielenploeg. Oh ja. Ja. En? Hé? Hey? Grolsteiner water. Het is toch... Als ik daar niet harder van ga fietsen, dan weet ik het ook niet. Nou, we zijn zo langzaamaan begonnen aan de laatste klim. By far de langste. 8 kilometer. 8 kilometer. Zit, laat het even inzinken. Klim van 8 kilometer op 2 uur rijden van Arnhem. We kunnen 2 uur rijden van Arnhem in Zuid-Limburg fietsen. Ja, of hier. Kijk het. Kijk, ze zitten er. Twee verschillende. Ja, nu tegenaan. Oh! Ja! Ja! Hey! Huis! Dat was het! Oh, wow! Oh. Kijk! Nou! Ja, dit is een toppuntje dit! Oh. Lekker, hey. Hè? Kijk nou! Thuis! Hallo, dames en heren! Welkom bij een nieuwe aflevering van Slapen in Sauerland. Vandaag een prachtig hutje en Douwe gaat kijken of het u wat vindt. Hè? Nou, kom mee. Welkom bij de entree. Het heeft 1 slaapkamer. De foyer is dit, waar je ook kan loungen. Ja. Ja. En dan kom je al redelijk snel in, ja, door de garage heen naar het slaapgedeelte. En, ja, wat hebben we erover te zeggen? Maar ja, dit is Potsdamer Plat. Wat nou, Berlijn? Ja. Hier, huppa! Potsdamer Plat, inderdaad, Sauerland Tour. Maar voor een dag waar we maar 70 kilometer hebben gefietst, vond ik het erg eventvol. Vond je het leuk? Oh ja, ja, absoluut. Ik heb veel genoten. Ja? Ja. Het enige waar ik wat minder van genoten is dat we elke 3 kilometer moesten stoppen. Daar ben ik nooit zo fan van. Ja, we hadden veel pech. Oh ja. Even koud. Ja, heel koud waarschijnlijk. Ja. Douwe zoals u nog nooit zag. Ja, Douwe exposed. Zo koud. Hier kunnen we echt een bidon vullen nog. Ja, tuurlijk. Gewoon drinkwater. Oh, het is zo koud. Dit is wel echt tot nu toe. Ik vind dit piek. Piek fietsleven dit. Moet je nou kijken, joh. Kijk echt. Dit, jouw fiets hier, dan zo'n gravel. Hyper gravel. Nou, ik moet wel zeggen, zeker omdat ik zelf wat minder conditie heb op dit moment. Oh ja, hij is wel heavy. Er zit wel veel hoogtemeters in Sauerland. 2000 hoogtemeters wel. Ja, dus het is veel klimmen nu hier. Maar, als je dat even buiten beschouwing neemt, als je gewoon een beetje kan fietsen. Want je moet wel rekenen dat die fiets dus wel echt een klap zwaarder is met alle tassen. Ja, het is een gek bosgebied. Je zit hier op 2 uur van Nederland. En dan kun je dus in... Dit soort gekke hutjes, in the middle of nowhere kun je een soort van bushcraften, dus slapen, echt even helemaal weg zijn. Ja. We willen nu avondeten, maar we moeten ook morgen ontbijten. Ja. Ja. Dus. Hoeveel van die chocoladecroissantjes heb je nog? Ik heb nog een paar van die chocoladecroissantjes hier, denk ik. 4 broodjes. In ieder geval 2.
Ik heb dus nog meegenomen. En dat is op zich wel een lifehack hier. Zo'n adventure food. Oh ja, we gaan adventure food eten! Oh, ik. Ah. Dit is zeg maar super compact mee te nemen. Het is gewoon poeder. Maar je gooit er warm water op. En dan heb je gewoon een maaltijd van 600 calorieën. Hmm. Koffie, 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 koffie. Laat me rust, man. Yes. Oh, echt beter geslapen. Het is echt een betere hut. Ja, de eerste nacht is kut en de tweede nacht is beter. Je went eraan. Ja, je went er wel aan. Inderdaad. Erwin, wat staat er op de planning voor vandaag? 65 kilometer. Terug naar de auto, 70. Heel veel hoogtemeters. Heel veel rood in de klimprofieletjes. De eerste klim van de dag is toch wel echt een stevige aangelegenheid. Ja, ik kijk er op heel veel manieren niet naar uit, zeg maar. Doei huis. Doei huis. Op naar de avontuur. We gaan nu wel helemaal in de Dolomieten, de Alpen. Hele mooie kant. Deze verdient de highlight. Ja, hè? Ja. Ik denk het ook. Mogen anderen ook van genieten. Ja. Een hele mooie klim, voor nu toch ook wel een hele steile. Kanonne! Ik loop. Jee! Misschien vind ik die geen highlight. Kijk, jij bent zo groot. Ja, kijk. En dat ding is huge. En dat staat bovenop de klim. Rood. Ja, wordt heel rood, ja. Maar hij zegt wel dat hij maar heel kort is. Ja, maar ik zie daar recht voor ons zo'n grasduin die heel hoog is. Dan heb ik al een slecht gevoel van, oh, dan gaan we daarheen zeker. En toen hield de weg op. Jeetje. Hartstikke rood, joh. Profiel. Oh. Je wou hier langer van genieten? Ja. Dus ik dacht, ik ga even lopen. Oh, ja, ja. Ik zie dat ik je overtuigd heb. Ja, joh, het is hier zo... Ja, sorry, dit was gewoon... Het is hier zo mooi, je moet hier gewoon even... Die witte bloemetje achter je, hè? Ja, oh, ja, ja. Gaaf. Ik vind het een hele, hele avontuurlijke route die we echt heel ad hoc hebben gemaakt. Ja, je mist wel alle mooie dingen als je doorfietst. Fantastisch hier, dit plekje weer. Echt vakantiefietsen, hè? Ja, dit is echt vakantiefietsen. Moet je ook een beetje vakantie nemen, hè? Ja. Oké. Want anders kun je net zo goed in een hotel gaan zitten. En dan neem je gewoon je racefiets mee, of je gravel racer of zo. En dan ga je gewoon dagritten doen, waarbij je elke keer heel erg doorstampt. En dan kom je aan het einde weer in je hotelletje terug. Dat heet trainingskamp. Precies. Dit is bikepacking, dat is iets anders.
Terwijl de kilometers langzaam voorbij glippen en de auto en het einde van de trip steeds dichterbij komt, kijk ik daar eigenlijk helemaal niet naar uit. Ik ben het gaan begrijpen. Ik snap het nu. Bikepacken. Het leven in het moment, het niet willen weten wat er zometeen gaat gebeuren. Erwin zijn prachtige maar zware route. Ik ben de fiets in een heel ander licht gaan zien. Geen brenger van wat, maar van avontuur. Eigenlijk zou iedereen zoiets moeten beleven. De laatste beklimming gehad. We zijn er bijna. 10 kilometer? Laatste bos. Laatste bos. Kijk. Het land van de 1000 uitzichten. Ja, ook hier. Ja. Dat kan ik ook. Yo! Dit is zo geen mountainbike. De mountainbikers moesten afstappen voor dit worteldingetje. Ja, jij fietst hem sowieso naar beneden. Hey, challenge accepted, toch? Nee, jij kan dit sowieso. Kijk! Nou, hoppa! In 3 dagen een heel ander inzicht krijgen over wat de fiets je kan brengen op 2 uur rijden van Arnhem. Het kan gewoon. Geweldig. Na 155 kilometer en 4000 hoogtemeters drukken wij de fietscomputers uit. Tijd voor een koud biertje en een nabespreking. Nou, hebben we hem al mooi geflikt. Hey. Ah. Hey, Mike. Hey. Hoppa. Cheers, jongen. Ja. Op een prachtig weekend uit mijn comfortzone. Zonder jou had ik dit nooit gedaan. En ik heb hem wel echt een beetje over een angst heen gezet. En daar ben ik wel echt dankbaar voor. Ja, maar dan denk ik vooral het slapen, toch? Ja, het slapen. Want dit was voor mij eigenlijk het eerst bikepacken hoe ik bikepacken zie. Weet je, gewoon slapen in de natuur. Nee, dit was wel echt bikepacken. Ja. In mijn eentje had ik dit nooit gedaan. Maar misschien ik ook niet. Nee. Oh, je hebt me een beetje getemd. En ik vond het eigenlijk wel heel fijn om 2 dagen achter elkaar of 3 dagen achter elkaar te fietsen. En de fiets puur gebruiken als vervoersmiddel in principe. Ja. En zo heb ik het al een hele tijd niet meer gedaan. Dus dat vond ik eigenlijk heel leuk. Jij maakt een hele collectie op Komoot. Dan kan je de rit terugkijken die we hebben gefietst. Dus als je het zelf een keertje wilt doen, dan kan je dat ook doen. Inclusief alle hikerbikes. Inclusief alle hikerbikes. Ja, dit is gewoon net zo ver als Zuid-Limburg. Of je zou kunnen zeggen, net zo dichtbij als Zuid-Limburg. Dus het is eigenlijk heel laagdrempelig om hierheen te gaan. En vervolgens vind je jezelf hier ook in een soort van onontdekt gebiedje. Ja. We waren denk ik een van de weinige fietsers hier. Het is niet omdat het hier lelijk is dat hier geen fietsers zijn. Nee, het is gewoon zo'n gebied wat zeg maar een beetje over het hoofd gezien wordt. En ik zou zeggen onterecht. Ik zou iedereen vooral willen aanmoedigen om gewoon eens uit hun comfortzone te stappen en misschien hier ook maar eens te gaan bikepacken. Ja. Ik denk dat je dat heel leuk gaat vinden. Dankjewel. Daarop.